Welkom bij Midvier TV op locatie. We zijn nu in winkelcentrum Leidschenhagen en we staan stil bij drie zaken. Koninginnedag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. En hoe ziet die 5 mei voor jou eruit? Gewoon de bevrijdingsdag vieren. We beginnen met de vlag uithangen. We gaan niet meer alles achteraan lopen. Nou, misschien nemen we er s'avonds een broodje op, maar voor de rest doen we er niet aan. Zolang we nog kunnen. De bevrijdingsdag, dus nou ja, natuurlijk is het dan altijd feest en dan naar het bevrijdingsfestival ga ik met vrienden en daar sta ik ook wel even bij stil. Een feestdag. Ja, dan denk je dat we hier in vrijheid kunnen leven in Nederland. Dus toch wel even iets om bij stil te staan. En wat betekent dat voor u? Ja, nou ja, een fijne dag toch ook. Ik kan me herinneren dat Canadezen door de straten heen reden op die grote tanks. En dan gingen we allemaal kijken, als jonge kinderen natuurlijk. En we waren heel blij, er waren allemaal dansfeesten. Op de straat. Viert u bevrijdingsdag meestal op dezelfde manier of is daar toch wel verschil in? Nee, anders dan naar het Koninklijk Huis kijken en wat ik wel leuk vind. Soms, ik heb ook wel eens hele andere gedachten erover gehad. Hè. Maar goed, dat ik het soms dan wel overbodig vind, weet je wel. Maar dan is het dan ja. Dan ga ik toch weer goed nadenken en denk, nou, het is toch wel heel leuk. Dus, ik bedoel, ja. Wat betekent vrijheid voor u? Ik denk dat vrijheid is wat wij hier in Nederland hebben en waar we ons niet altijd genoeg bewust van zijn. En ik vind vrijheid ook een verantwoordelijkheid en die mis ik wel soms in mijn omgeving. Ik vind vrijheid ook dat je wel moet gaan stemmen, bijvoorbeeld. En dat je daar ook netjes mee om moet gaan en dat je niet je vrijheid moet verruimen naar dingen die dan weer niet mogen, terwijl we al zoveel wel mogen. Dus zo zie ik het een beetje. En ik ben me er ernstig van bewust dat wij vrijheid hebben. Ja, dat is wel leuk. Ten eerste een leuke dag, altijd veel feest. En het is ook heel tragisch als het dus zo dicht op elkaar is. Maar ja, het is een dag van bezinning en een dag van plezier natuurlijk. Dus het past wel bij elkaar. En dat moet ook gevierd worden, want er is zeker wij in de huidige tijd, ik denk dat wij niet goed moeten beseffen wat voor vrijheid wat we hebben eigenlijk als we naar andere landen kijken. En nu het gedonder in Syrië weer en waar mensen nooit voor de mening uit kunnen komen. En wij mogen hier gewoon lekker alles roepen op straat als we willen. Ja, niet iedereen is met je eens, maar ja, dat kan gebeuren. Maar dat vind ik wel ja, het ideale van ons land. Ja, want we klagen natuurlijk wel, maar we hebben natuurlijk helemaal niet slecht hier zo. Absoluut. Dus dat is ook de dag van de bevrijding, dat je gewoon lekker voor je mening uit kan komen. Wat je ook vindt. Dat is natuurlijk wel het mooie van Bevrijdingsdag. En dat hebben we toch ook maar verdiend. En ook gekregen, want het is ons gegeven natuurlijk. Meestal gaan we wel op uit. En vaak ook in Amsterdam is wat te doen en dan heb ik nog familie zitten. Dus dat gaan we ook regelmatig heen. En doen ze dan nog speciale dingen behalve dan naar Amsterdam gaan? Ja, het is meestal werk ik gewoon. Van ja, we hebben maar één keer in de 5 jaar een vrije dag ervoor. Dus dan doe je er eigenlijk anders niet zoveel mee. Daar gaan ze soms nog wel op uit met mevrouw. Maar verder eigenlijk niet. Wat vindt u er eigenlijk van dat we maar één keer in de 5 jaar vrij hebben? Ja, maar dat is zelfs eigenlijk met 4 mei. Dat is ook alleen maar van de avond. En dan heb je tegenwoordig wel allemaal van die festivals. Er wordt wel wat meer aandacht ook aan geschonken. Maar ja, moet je dan voor kiezen om een vrije dag te geven? Als je uit het oogpunt van de werkgevers bekijkt, is het weer anders. Dat kost toch veel geld. Dus ja, maar een dag vrij extra is natuurlijk altijd wel lekker. De dag van de bevrijding, is dat voor je een speciale dag? Nou, nee. Niet meer eigenlijk. Nee, was het vroeger wel? Voor mij is het te lang geleden gewoon. Ja, haar moeder was jarig op bevrijdingsdag. Nee, laat maar zeggen, ja. Het is zo'n tijd terug, joh. Dan denk ik, ach. Het is, gebeuren zoveel dingen in de wereld, alle dag. Dat, nee, ik heb niet. Voor mij is het niet te speciaal.
ik vier niet uitbundig feest of zo. Ik doe gewoon mee wat iedereen doet. Hè. Net als dat hier mensen lopen en... Nou, ik met mijn vrouw, we gaan naar de vrijmarkt toe en dan altijd dergelijke. Ik heb hier mijn wereld niet. Komen dan ook de herinneringen van Bevrijdingsdag weer naar boven bij u? In zekere zin wel, ja. Maar het vervaagt wel. Hè? Ik ben nou zo wat 80, dus... 5 mei dan is het Bevrijdingsdag. Heeft dat een speciale betekenis voor jou? Niet echt. Alleen dat ik blij ben dat gewoon Nederland vrij is. En te doen wat hij wil, maar voor de rest niet zoveel. Dus je doet ook niet speciaal iets op die dag? Nee, niet echt. We leven in Nederland. Dat betekent dat we in vrijheid mogen leven. Wat vindt u daarvan? Ik vind blijven in Nederland dat er gewoon, ja, ik kom uit Syrië en dan eigenlijk een nieuwe situatie, iets anders. Maar ik vind dat Nederland gewoon vrijheid, gewoon kan er alles zeggen, alles zeggen. Ik ben vrij, ik heb gewoon een democratisch land. Ik kan, tussen hier en Syrië is echt verschillend, is te veel. Syrië is echt... Hij is dictator in de regering, hij is 42 jaar, hij is gewoon dezelfde partij, dezelfde. Wat betekent 5 mei voor u? Ja, ook feest. Het is bevrijding. En ik vind wel dat dat wat minder gevierd wordt voor mijn gevoel hier in de regio. Je hebt natuurlijk de grote 5 mei feesten, maar voor mijn gevoel, ja, ik weet in ieder geval niet waar ze hier echt in de buurt zijn. En ja, dat is ook iets wat je gewoon moet vieren. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik vind het grootste goed wat wij hier in Nederland hebben, is onze vrijheid. En dat hebben we wel onder andere natuurlijk te danken aan de mensen die toen daar gestreden hebben. Ja. Vrijheid leven, dat is toch het belangrijkste goed wat we hebben? Zeker. Ik vind het zo bijzonder dat je überhaupt als mens, maar ook als vrouw in Nederland zo erbij kan lopen. Zonder dat je je bedreigd of angstig hoeft te voelen. En ja, dat ik de mogelijkheid heb om naar mijn werk te gaan en mijn eigen dingen te doen. Dat vind ik, ja, ik vind dat echt heel, dat vind ik een heel groot goed van Nederland. Ja. En dat we hier zo vrij over kunnen praten. Ook dat. Kijk, het mag gewoon, het kan. Ja, we zijn ook wel in Sri Lanka geweest en het was toen met de Tamil-tijgers. En ja, dan zie je daar echt, je komt het vliegtuig uit en je ziet al de mannen met geweren staan. En bussen in convoys en aangehouden worden door politie-escorten. Nou, dat is wel bedreigend. Nou, dat heb ik godzijdank gelukkig hier nog nooit meegemaakt. Dus dat is heel bijzonder. Bedankt voor dit bijzondere gesprek. Nou, graag gedaan. Ja.